Goedendag, het is een groot genoegen om als burgemeester van Wassenaar u welkom te heten bij het International Chamber Music Festival, hier vanuit de Dorpskerk. Dit jaar allemaal een beetje anders, gestreamd, maar het is ontzettend fijn dat u erbij bent en dat het bestuur en de artistiek leider Irina Simon Renes wederom dit jaar gelukt is om u toch het mooiste te laten horen van de goede kwaliteit waar het International Chamber Music Festival al 11 jaar voor staat. En dit jaar wel een heel bijzonder thema. A World to Come. En dat is een belangrijk iets. Dat gaat namelijk over hoop. Dit jaar, waar we 75 jaar vrijheid met elkaar herdenken en vieren, is hoop belangrijker dan ooit. En we hebben met elkaar in de afgelopen tijd, denk ik, gevoeld en gerealiseerd dat het in de tijd waar we geteisterd worden door een wereldwijde pandemie, dat het goed is dat we hoop hebben en dat we verbinding met elkaar zoeken. En hoe mooi is dan dat muziek die verbinding kan geven en dat het dus gelukt is om in een andere vorm het International Chamber Music Festival hier in Wassenaar doorgang te laten vinden. Het belooft vanavond een heel bijzonder programma te worden in een intieme kleine setting waar u exclusief vanuit uw eigen plek bij kunt zijn en kunt genieten van schitterende muziek. Ik wens u een ongelooflijk mooi concert en laten we vooral de gedachte vasthouden van A World to Come, want er komt nog heel veel moois aan. Ik dank u wel. Goedenavond eigenlijk, moet ik wel zeggen. Het concert van vanmiddag wordt namelijk opgenomen en morgenavond gestreamd, digitaal. In ieder geval van harte welkom. We zijn zo blij dat wij dit concert mogen doen, dat u in ons publiek er mag zijn. Het is eigenlijk een fantastische tijd, toch? Alles wat wij vroeger voor gegeven, voor normaal, voor vanzelfsprekend hielden, is er nu niet meer. Maar één ding blijft altijd gelijk. In tijden van nood zoeken we toch elkaar op. En ik ben zo blij dat wij met onze muziek misschien u vanmiddag, u vanavond een stukje schoonheid mogen schenken. We gaan beginnen met een Passacaglia en Fuga van Hans Krása. Hans Krása was een Tsjechisch-Joodse componist. Hij is helaas overleden in 1944, een paar maanden nadat hij deze Passacaglia voltooide. Hij werd omgebracht in Auschwitz. Deze Passacaglia werd gecomponeerd in Theresienstadt, waar hij al 2 jaar zat. Theresienstadt was ook een concentratiekamp, wel een wat betere concentratiekamp waar heel veel artiesten zaten, waar de nazi's eigenlijk aan de Rode Kruis wilden laten zien dat het toch heel goed gaat. Het is een luxe voor deze Joden om daar te zijn. Ze mogen zelfs muziek spelen en concerten geven. Dus er werd heel veel muziek gecomponeerd in die tijd in Theresienstadt, onder andere deze Passacaglia en Fuga voor viool, altviool en cello. De keuze voor dit stuk viel niet alleen vanwege de schoonheid van de muziek, maar ook van de symboliek. Voor mij is een Passacaglia een steeds terugkerend iets, u zal het horen. Het is een variatie op hetzelfde thema. En wat zijn de tijden van nu als niet toch een soort van wederkerend iets in het geschiedenis van de mensheid? We hadden altijd donkere tijden en ons mensen is het altijd gelukt dat het toch
goed komt uiteindelijk. En daarmee komen wij weer op het thema van het festival. Een jaar geleden, toen wij begonnen met de voorbereidingen, dachten wij, het zou mooi zijn als wij een positieve, blije boodschap zouden hebben. Dus for a better world. Hoe konden wij toen weten dat dat in deze tijden nog meer betekenis zou hebben dan alleen maar muziek maken? Dus u zal horen, deze Passacaglia begint eigenlijk best ingetogen, best intiem. En die wordt steeds mooier, maar op een bepaald moment valt alles uit elkaar. En dan komen we naar een soort van geestachtig iets in de muziek, waar je meent bijna ja, mensen van lang geleden te horen en te zien. Dan komen we naar de fugue. De fugue is ook een soort van rennen achter elkaar. En het einde klinkt voor mij als een soort van klokkenluiden van deze kerk. In ieder geval eindigt het helemaal positief, zoals wij hopen dat ook deze tijd zal eindigen. Veel plezier.
Dit stuk hadden wij eigenlijk willen spelen in instituut Klingendaal. Twee dagen geleden, donderdagavond, we hadden een hele programma voorbereid rondom componisten uit Theresienstadt. Onder andere Victor Ullmann, Erwin Schulhoff en Pavel Haas. Silenced Voices. En we mochten ze nu weer horen. Wat zijn wij blij dat zij er toch waren en iets moois hebben achtergelaten. Wij gaan verder met ons programma. Namelijk 6 liederen. An die ferne geliebte. 250 jaar geleden werd Ludwig van Beethoven geboren in Bonn. Een van de grootste componisten aller tijden, een grote humanist, grote revolutionair ook. Deze liederen zijn eigenlijk, of überhaupt liederen, zijn niet het eerste waaraan wij denken als wij aan Ludwig van Beethoven denken. Wij denken natuurlijk Ode aan die Freude, alle mensen werden Brüder. En dat is ook waar, inderdaad. Dat is ook waarom, onder andere waarom ik denk dat Beethoven waarschijnlijk blij zou zijn met deze tijden. Alle mensen werden Brüder, inderdaad, in deze tijden. Ik voel me nog dichter bij iedereen dan ooit van tevoren. Dus eigenlijk is het een mooi idee, een mooie viering in 250 jaar Beethoven. Liederen, ja, hij noemde deze liederen Liederkreis.
Normaal gesproken gaat het om in een liederencyclus, er zijn 6 daarvan, om iets chronologisch, het wordt iets verteld meestal. In deze 6 liederen gaat het vooral om een soort van stemming. Hij beschrijft in het eerste lied hoe hij ergens in de natuur zit en hij kijkt in de verte naar de plek waar hij zijn geliefde voor het eerst zag ontmoeten. En hij beslist dus voor haar te zingen. En zo gaat het maar door, deze connectie tussen natuur en liefde, tussen natuur en gevoelens. En de kruis, de kring, sluit zich met het 6e lied. Wat ik ook mooi vond is dat deze kruis, deze kring, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is ook een mooie gedachte dat dat deze liederen werden opgedragen aan de graaf Lobkowitz. En misschien weten niet veel mensen, maar de derde symfonie, Eroica, de derde symfonie van Ludwig van Beethoven, die wij vanavond om 6 uur in de kerk gaan spelen, werd eerst opgedragen aan Napoleon, aan een grote man. En toen het daarop leek dat Napoleon helaas niet de redder is die veel mensen op veel mensen daarop wachten. Dus hij kroonde zichzelf tot keizer en dat was natuurlijk het tegenovergestelde van een democratische geest. Toen besloot Beethoven om deze opdracht aan Napoleon weg te strijpen. Blijkbaar is het in zijn manuscript een soort van gekras overheen. En uiteindelijk besloot hij de Eroica aan graaf Lobkowitz op te dragen, dezelfde als de liederen. En in 1804 werd de Eroica voor het eerst uitgevoerd in het paleis van graaf Lobkowitz in 1812. Dus 8 jaar later werden de liederen daar gespeeld voor het eerst. En nu in Wassenaar in de Dorpskerk door Henk Neven en Thomas Beyer. Still.
Sie baut sich zur Ende.
Was mich gesungen, was mir aus der vollen Brust ohne Kunst Gepränge erklungen, wo der Sehnsucht sich bewusst. Nur, wo der Sehnsucht sich Thank you.
was ons eerste korte concert voor vandaag. Het tweede is om 6:00. Wij mogen helaas dus alleen 30 mensen, maar volgens mij zijn er nog plekken om 6:00 als je wilt komen. Heel even, 4, 5, een paar. dus als je ons wilt weerzien, 6:00 zijn we weer hier met de derde symfonie van Beethoven. In een bewerking van Ferdinand Ries, assistent-secretair en student van Beethoven voor pianokwartet. Dus hopelijk tot vanavond en anders. Blijf gezond en tot gauw weer. Dank je wel voor het komen. Good evening. Thank you for being here. My name is Annabeth Webb. I'm the head of the board of the International Chamber Music Festival, Wassenaar. And we're extremely pleased that we can offer you this concert tonight online, but also with a small audience here tonight with us. Of course, in this terrible pandemic that we've all been landed, sort of, it would have been an easy choice to say, okay, no festival this year because it's just impossible. With the regulations that are affected on us now, not only in the arts, but especially also music, it makes it basically impossible to give a live performance. But since this is a festival that's born out of the passion to share music together, to play together, and to share it with the audience, we fought from day one to do find a solution and to be able to create something for the 2020 festival. So I'm extremely proud, and I want to thank the whole board, and especially, of course, also Irina Rines, who is the artistic leader of this festival, for making this possible, basically. In the festival, in the original festival, we had already Beethoven planned, since there's the 250th anniversary of his birth, and 2020 should clearly have been the big celebration of this, which obviously didn't happen because of the pandemic. Therefore, we thought it was very important to still celebrate and not lose this item. And the piece you're going to listen to now, we think is very suitable. It's the Symphony No. 3, now called Eroica, originally dedicated to Napoleon Bonaparte, in the version for piano quartet by his student Ries. This symphony was created in the time that Beethoven himself was also in a crisis with a lot of restrictions. Because of his hearing, he couldn't hear more and more, he could hear less and less. And therefore he was very restricted in his possibilities. He was so depressed even that he was thinking of taking his own life. But his passion to want to share what he needed to share made him create this fantastic symphony, which was then called the Heroica Symphony because of the hero that he was first looking at to and then turned out to be sort of himself. Well, I think that's very suitable for tonight because in a way we are also clearly in a crisis, but did find a way to find our hero. And I think in this case, not only Irina Rines is, but the music is the hero. We're here to share it with you and we hope you enjoy it a lot. Of course, we want to invite you already now for another festival in 2021 where we hope we will be able to share music with you, with many more in the audience, and with a sort of more normal situation. Enjoy the concert tonight. Thank you for being here, and looking forward to seeing you next year in the festival in Wassenaar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.